Ik ben Manu Kersen en ik ben eigenlijk hoogleraar verliesverwerking aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit in Leuven. Ik spreek niet graag over symptomen als ik het heb over rouw. Want rouw is intens verdriet. En symptomen, dat zijn verschijnselen van de ziekte. En we hebben al veel te veel in onze samenleving gedaan alsof verdriet hebben als uw kind komt te sterven een vorm van pathologie of een vorm van ziekte is. Ik zie heel veel mensen die antidepressiva voorgeschreven krijgen om dat verdriet te verwerken. Antidepressiva zijn goede geneesmiddelen om depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische ziekte. Maar intens verdriet, als je kind komt te sterven, is geen psychiatrische ziekte, maar is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. En ik zou niet graag spreken over symptomen daarbij, want symptomen wijst op ziekte. En heel de samenleving heeft gedaan alsof dit een vorm van ziekte is. Als je 3 dagen nadat je kind gestorven is niet in staat bent om terug geconcentreerd je werk te hervatten, moet je naar de dokter gaan en een ziektebriefje vragen. Daarmee heeft de samenleving de boodschap dat verdriet hebben en niet kunnen concentreren op je werk 3 dagen na de dood van je kind ziekte is. Dan moet je even gaan nadenken daarover. Is het geen vorm van ziek zijn? Als je 3 dagen later kunt doen alsof er niks is gebeurd en gewoon je concentreren op je werk? Dat is misschien wel de echte vorm van ziekte. Maar de samenleving heeft het zo ontzaglijk moeilijk om daarmee om te gaan. Als ik vorige week nog hoor, vertelde een vrouw mij, haar broer is overleden. Ze is 2 dagen afwezig geweest op de school. Ze komt dus terug op de school en zegt tegen ze gaat aan de directeur vertellen dat ze terug is. En ze krijgt de tranen in haar ogen. En de directeur bekijkt haar en zegt, is er iets gebeurd? Maar meneer directeur, zegt ze, mijn broer die gestorven is. Oei, oei. En weet je daarvoor? En vind je dat zo erg? Hij zei, dit toch maar halftijds. Hij deed alsof ze maar een halve broer verloren had, omdat ze maar halftijds te werk gesteld was in die school. Ja, hoe komen mensen nu tot zoiets? En het is bijna normaal als je verdriet laat zien, terwijl verdriet juist de normaliteit is.